Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen, maar dat is op een donderdag. En wij mogen pas op een zondag de uitslag weten. Maar dan gaan wij op z'n geen stijls met een hele berg vrijwilligers dwars tegenin. Maar daar hebben we alle hulp bij nodig. En daarom zijn we vandaag in Den Haag om te bedelen om die hulp bij onze politici. Wat doet u 23 mei? 23 mei. Stemmen. Stemmen. Dat is toch de verkiezing voor het Europees Parlement dan, hè? Ja. Dat is een hele belangrijke dag, hè? Oh, ja, dan ben ik in de Kamer. Stemmen. Op denkstemmen. Ja, dan moet ik weer even nadenken wat volgende week donderdag is natuurlijk. Ik denk dat ik gewoon in de Kamer zit hier. Tel me even, wat is er volgende week donderdag? Stemmen. Volgende week donderdag, dan moet ik even aan mijn agenda kijken. Volgende week donderdag, nou vast een hele hoop. Heeft niks anders te doen die dag? Ja, mijn kamerwerkzaamheden heb ik te doen. Deze moet je weten. Nee, geen... Onderdag 23 mei. Geen idee. U wilt naar de stembus? Ik weet het echt niet. Moet u niet nog ergens heen die dag? Volgende week. Nee, niet dat ik weet. Donderdag. Ja. 23 mei. Verkiezingen. Goedemiddag, hé. Nou, het leeft ook lekker hier, hé. Net als bij het volk. Europese verkiezingen. Stemmen. VVD stemmen. Oh, ja, nou ja. Ja, als u het al niet weet. Ja, dan VVD stemmen, dat weet ik wel. Help me eens even. Geen post gehad? Oh, dan moet ik stemmen, zeker. Stemmen voor dat mooie Europa. Nee, voor de EU. Oh. Ai. Gemeenteraadsverkiezingen. Nee. Gekkie. Nee, dit is pijnlijk, hoor, dit. Ja, je hebt gelijk. Nee, ik heb gefaald. Wat doe je volgende week donderdag? Opstaan. Wat is er volgende week donderdag? Dan zijn de Europese verkiezingen. 23 mei, verkiezingen voor het Europees Parlement. Wat doet u volgende week donderdag om 8:55, 's avonds? Ik heb uw hulp nodig. Achter de televisie zitten of achter een scherm, ik weet het nog niet. En dan de exit poll afwachten. Ja, mijn beste man. Die is er niet. Die is er wel, ja, die is het dus bij ons. Ja. Maar daar heb ik uw hulp voor nodig. Oh, wat voor hulp heeft u nodig? De uitslag mag niet bekendgemaakt worden. Dus dan gaan we allemaal vrijwilligers het land in sturen. Die gaan dan om 8:55 het stembureau in. Dan worden die stemmen geteld. Dat is ook openbaar. Dan moet de voorzitter de uitslag opnoemen. Als u die dan opschrijft in het stembureau bij u op de hoek. Even doormailt of appt of hoe u het ook wil doen. Dan hebben wij een uitslagenavond met zeer accurate exit polls. Ja, maar u vindt vast wel een andere vrijwilliger. Want ik ga lekker op de bank thuis bij mijn vrouw. Qua democratie heb ik even helemaal niks aan u. Oh, absoluut wel. Alleen donderdagavond niet. Donderdagavond even niet. Wat heb je te doen om 8:55 donderdagavond 23 mei? 8:55? Nou, dan ben ik denk ik peentjes aan het zweten vanwege een exit poll die terecht ook. Naar buiten komt. Hè? Want ik geloof dat de uitslag pas zondag is. Hè? Maar zijn ze bang dat als iedereen hier hoort dat ze op GroenLinks hebben gestemd, dat de rest daar natuurlijk heel rechts gaat stemmen. Dat willen ze niet. Ja, dan vind ik het opeens een goede maatregel. Ja. Snap ik, maar het is natuurlijk complete onzin. Daar ben je wel mee eens. Ja, ja, zeker. Ja. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan als enige een uitslagenavond organiseren. We zoeken vrijwilligers die om 8:55 het stembureau ingaan. Wachten tot de stemmen geteld zijn, dat is ook openbaar. Dan moet de voorzitter, dat is namelijk de Nederlandse kieswet, die moet de uitslag oplezen. Die schrijf jij dan op, appt, mail, fax het naar ons toe. En dan zitten wij, verwerken dat in onze exit polls en dan komen we met een hele accurate uitslag. Kan ik op je rekenen? Ja, ik doe dat heel graag, dat lijkt me heel goed. Dat is ook een kerntaak in de democratie, dat mensen het proces controleren, absoluut. Dat is natuurlijk dat leuke Europa voor jou, de kieswet in Europa zegt... Die uitslag mag niet bekendgemaakt worden. Nou, dan ben je wel met me eens dat het verslagen mesjoggen is. Dat is een beetje ongelukkig. Mesjoggen vind ik weer een woord dat ik nooit zou gebruiken. Dat is echt... Mesjoggen is ook al te ver. Dat is echt geen stijlwoord. Het gaat weer om de toon. Het wringt. Je hebt in allerlei verschillende landen op verschillende dagen verkiezingen. In Nederland doen we dat nooit op zondag. Dus dan proberen we de uitslag op hetzelfde moment te publiceren, zodat er geen beïnvloeding is. Maar ja, een vrijheid van meningsuiting betekent dat je ook een exit poll mag openbaren. En dat vind ik ook absoluut terecht. Moet ik me dan van tevoren aanmelden? Hoe werkt dat? Ik kan je wel even een mailtje sturen met een aanmeldformulier, maar als jij het gewoon tegen mij zegt, Tom, ik ben daar, ik ga daar zitten, dat doe ik voor die democratie, dan wie weet ga ik wel GroenLinks stemmen. Als dat nog eens de belofte is, dan ga ik het 100... Wie weet, zei ik. Ik ga je mee. Is goed, is goed. Hoe laat gaat u tegenwoordig naar bed? Ik probeer Pauw helemaal uit te kijken. Mooi. Neem vooral dan even een iPadje mee, want we hebben uw hulp nodig. Nou, vertel. Dat is heel belangrijk dat jullie dat doen. Want burgers hebben die mogelijkheid. Burgers kunnen gewoon zelf aanwezig zijn bij dat tellen. En het is een democratisch recht voor iedereen om dat te doen. Dus ik vind het een uitstekend initiatief wat jullie daar ontplooien. Dus kunnen we op u rekenen? Nou, dat weet ik niet, maar ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik vind het heel goed dat mensen het doen. Ik zorg ervoor dat in ieder geval de uitslag van één van de stembureaus, waar één voorzitter zit die ik heel goed ken, de uitslag doorgeeft. Een paar jaar geleden hebben we dit ook gedaan, dit trucje. Toen heeft u nog een motie ingediend. Ze zegt van ja, wat is dit voor onzin eigenlijk? Waarom wordt die uitslag niet gewoon bekendgemaakt? Precies, en het is heel belangrijk dat die uitslag meteen naar buiten komt en dat het transparant is.
Dus dat heeft mijn zegen aan alle kanten. En wat is daar zo belangrijk aan, denk je? Nou ja, dat alle twijfel wordt weggenomen over de uitslag. En ik hoor dat heel veel verhalen en tips en geruchten over dat de uitslag niet helemaal kosher is. Ik weiger die altijd te geloven, want ik denk dat we zijn toch geen bananenrepubliek, we zijn geen derde wereldland. Maar om alle twijfels uit de lucht te halen, vind ik het heel goed dat burgers hun democratische plicht vervullen en gewoon zelf daar gaan zitten om 9 uur of iets eerder. Kan ik op u rekenen? Dat klinkt interessant, ik ga erover nadenken. Ze zijn aardig goed bij rekenen bij de VVD. Kan ik op u rekenen? Ik ga erover nadenken. Meestal betekent dat u kunt de tering genieten, maar ik wens je een fijne verkiezingsdag in ieder geval. Ja, hetzelfde en VVD stemmen. Nou, dat zou ik niet doen, maar dat is een ander verhaal. Zullen we daar een keer rustig over hebben? Dat doen we. Wil jij voor ons ook bij een stembureau gaan zitten, wachten tot de boel geteld is en dat naar ons toe appen? Of ik aan het Geen Stijl Leger wil meewerken om jullie stemming mogelijk te maken? Nee, onze stemming. De stemming van de democratie. De stemming van de democratie. Nou, nee. Ja, we stemmen van donderdag tot en met zondag verspreid, hè, voor al die EU-lidstaten. Maar ik vermoed zomaar dat er iemand wel een exit poll heeft. Ja, wij dus. Oké. Okay. Mogen we je wel even bellen die avond? Altijd, je mag me altijd bellen. Ja. Oh, zeg, weet je zeker? Bellen, ja, dat mag absoluut. Gaan we je bellen die avond. Maar, en heel veel succes met je. Ook als het nog maar één zeteltje is, dan ook opnemen. Sorry, maar Tom, we kennen elkaar nu een aantal jaar, denk ik. Hè? Als collega's in deze vierkante meter. En ik ben ook altijd bereid om op moeilijke momenten jou en anderen te woord staan. Bereid je me vast voor dan? Niet voor weg. Nee. Bereid je me vast goed voor? Dat zal ik doen. Het wordt een oorwassing. Nog 9 dagen. De vraag is eigenlijk, ik heb het ook aan uw collega Verhoeven gevraagd. Wij sturen allemaal vrijwilligers naar stembureaus. Want de Nederlandse kieswet zegt namelijk dat de stemmen tellen openbaar. Dat is openbaar. En de voorzitter moet de uitslag voorlezen als de stemmen geteld zijn. Dus daar gaan vrijwilligers zitten. Die wachten tot de stemmen geteld zijn. Die geven dat aan ons door. En dan komen wij met een live uitzending met Maurice de Hond. En dan komen we met hele accurate exit polls. Dat vind ik een hele mooie exercitie. Het is prachtig toch dat het tellen van die stemmen dat het openbaar is. We hebben laatst weer in Turkije gezien hoe belangrijk het is. Ja, maar dat het transparant gebeurt. Dus. Maar mooi ook dat dat dan rechtstreeks indruist tegen zo'n EU-wetje. Die EU waar u zo gek op bent. Nou ja, sommige dingen vind ik ook een beetje overdreven. Dus dit wel? Mooi initiatief van jullie kant. Dus, kunnen we op u rekenen? Gaat u om 8:55 een stembureau in? Wacht u tot de stemmen geteld zijn en belt u eens even door? Nou, dat ga ik zelf niet doen, want ik heb volgens mij al andere plannen die avond. Maar, dat is een beetje afwijzen dit. Een andere oproep. Ga vooral stemmen. En als je het leuk vindt om als vrijwilliger ook bij het tellen van de stemmen te zijn, meld je dan bij jullie denk ik op de website of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, doen dus.